bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Een hele goede middag, morgen, avond, wat het ook is, middag. Ja. Wij zitten in de auto. Goedendag allemaal. Ja. Ja. En misschien heb je dat wel een beetje gezien. Vastkijkers die kunnen het herkennen. Vandaag is er zaterdag en we gaan vandaag weer paardrijden. Ja, we hebben deze week niet veel gereden. Niet veel gedaan ook en eigenlijk. Nee. Want? Testweek. Toetsweek. Ik zit er middenin. Middenin. Dus we hebben heel weinig gevideo'd. We hebben eigenlijk alleen de paardjes gedaan. En verder eigenlijk een beetje rustig aangehouden. Maar goed, weet je jongens. Jullie gaan dat niet heel erg merken. Dat zullen jullie niet zo heel veel merken. Want we hebben zoveel video's. Dus eigenlijk dat hele dagschema. Dat is eigenlijk helemaal niet voor jullie van toepassing. Nee. Zaterdag. Nu op weg naar Manege. Leidseveen. Leidseveen, juist, hartstikke goed. Bierijen. Sterren. Oké. Okay. En we hoeven niet op te zadelen. Juist, dat was het. Sterren, Reo. Ja. Dus daarom zijn we nu ook een kwartiertje later dan normaal. Ja, het is namelijk nu 8:30. Ja. 10:30. Dus we rijden wat later en het is vandaag een hele warme dag. Ja, het is echt. Ik zit nu ook al gewoon zonder jas in de auto en ik heb het nu al hartstikke warm. Ja, dus we moeten wel beginnen. Dus goed, iedereen waar zomer, de hitalarm, alles is afgegeven. We gaan wel vanmiddag even kijken, ondanks dat er overal leuke dingen te doen zijn. Want we zagen ook dat de animake.com was ook in de broodfabriek. Ja, ook heel leuk. Maar ja, de studieweek. We gaan wel even kijken in Zoetermeer bij de 123 Veiligheidsdag. 123 Veiligheidsdag, dat is van politie en brandweer. Even informatie inwinnen en dergelijke, want misschien wil jij in de toekomst politieagent worden. Heel goed. Maar dat is in de toekomst. Dus. Dat is allemaal in de toekomst, dat weten we niet. Maar goed, voor nu een streven. En daarom is het wel handig om eventjes bij zo'n informatiedag wat informatie te vragen. Dus daar gaan we even kijken. Dat doen we dan wel met het mooie weer. Even met het fietsje daar naartoe. Ja. En verder vandaag niet zo heel veel voor jou. Ja, voor mij gewoon alleen maar leren. Leren. Ik mag school niet echt meer, want het wordt 30 graden en wie zit de hele dag op zijn kamer? Weet je, het is niet zo medelijden met jezelf hebben, want over 2 weken dan ben je helemaal klaar. Ik ben alweer klaar. Na de testweek dan ben ik helemaal klaar met school. Dus en dan ga ik alleen nog maar leuke dingen doen. Dus het is even investeren in daarna alleen maar positieve dingen. Dus ja. Dat moet gewoon even gedaan worden. Ja, en dan daarom heb je bijna, weet ik hoeveel weken wel niet vrij. Nou ja, we hebben sowieso 6 weken vakantie. En die weken daarvoor gaan we gewoon allemaal leuke dingen doen. Ja. En, daarom. Ja. Nou goed, we zijn bijna bij de manege. Inderdaad. Oh, het is echt zo lekker. Ja, lekker hè? Ja. Ik ga het wel warm krijgen. Waait een beetje. Het is wel lekker, windje. In de schaduw is lekker. En daar hebben we dan ook de auto neergezet. Ja. Ik ga ook anders de spullen pakken. Anders hebben we zo meteen de sauna. Ja. Ja? Check, check, double check. Alles heb je? Ja. Alright, let's go. Goed jongens, nou, we lopen naar de manege. Dat wordt een aparte video, dus vanaf nu zien jullie ons zo meteen weer terug. Als we weer hier lopen. Maar dan klaar met de paardrijden. Ja. Tot later. Ja, ik moet even je hoofd omhoog doen. Goed. Oh, je moet je hond delen. Ja, ik doe wel eerst een plezier. Hoe ging het? Echt super goed. Oké. Alleen mijn zit vandaag. Ik weet niet wat er mee is, maar die is er niet. Oké, ja, dat kan. Nee, het zag er niet meer uit. Lukt het? Nee. Ja, doe je handschoenen hier gebruiken. Zie daar. Ja. Ja, hey, stil. Even lekker eten, joh. Alles afgewassen? Ja. Oh, en super. Zometeen wordt sterren nog gedaan. Ja, sterren worden maar lekker. We hebben er geen tijd voor. Nee. Dus. Leren. Leren. Joh. We gaan naar huis.
Daarvoor. Doei doei. Hop, naar buiten. Ja. Ja, kijk, en wij staan nog steeds. Lekker schaduw. Dus dat is wel lekker. Het is een koude auto. Nou ja, koud. Nou ja, het is gewoon redelijk. Hij is wel mee. Maar goed jongens, we gaan naar huis. Ja. Achter ons hoor je de manege, de hond. De hond. Dus dat zit er weer op. Naar huis toe. Oh ja, die is de Eddy. En water. Nou, zoals we net al zeiden, ja. We fietsen. Ja. Op weg naar 112. Ja, dat. Help iets, helpdesk. Ja. Dus we gaan even kijken. Politie, brandweer, ambulance. Ik ben benieuwd of het staat, want het is wel heel warm. Ja. Wisten ze natuurlijk ook van tevoren niet toen ze dit gingen doen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Het is wel fietsen. Ja, het is aan de andere kant van Zoetermeer, dus voor ons is het even fietsen. Ja, het is wel fietsen voor ons. Ja, we zijn zo weer terug. Als we er zijn. Als we er zijn, maar dan wel buiten adem. Ja, voor ons 20 minuten. Ja. Voor jullie. Nu. Nu. Hey, hey. Hi. Waar ga je daar? We zijn er. Waarom daar? Waarom daar helemaal? Goed. We zijn er. Dus ja, we gaan even lopen. Ja, dit is tenminste een volk. Ja, dat is zo ja. Een hoogwerker. Ja. Nee, nee, nee. Nou, we gaan eens even kijken. Die is bij ons ook een paar geweest. Oh. Wij gaan ze weg. Wij krijgen ze nog een keer. Nou, je bent al net binnen. Ja. Ze gaan niet weg. Demonstratie. Ja, zoiets. Stond maak jij een foto? Kijk. Oh, ik ga naar binnen. Koud. Ja. Wat is je naam? Ramita. Oh, oké. Okay. Dag hè. Ja, dan gaan we even kijken wat er hoog aan de gevolgen zijn. Alsjeblieft. Dan kunnen we ze afvliegen niet mogen, maar gaan kijken wat er aan de hoog is. 2 seconden. Oh. Ja, even kijken, we komen naar de Want deze man had een heel groot succes.
Ja, dankjewel, Volker. Dames en heren, goedemiddag en van harte welkom bij deze demonstratie. Wat hebben we al kort uitgelegd? Kortstaan aanrijding, het schijnt dat de bestuurder van het voorste voertuig die schijnt dronken geweest te zijn. Nou, dat is weer een wijntje. Die schijnt weggereden te zijn, dus als er iemand tegenkomt die dronken is en misschien gewonnen heeft. Dat is een andere gaat nu vooral naar de persoon in de achterste auto. En u ziet dat de brandweer na aankomst al eerst even kijkt van wat treffen wij aan. Wat is er gebeurd? Hoeveel slachtoffers zijn er? Wat is de situatie? Staan we zwijgen op rijden? Want als het bijvoorbeeld sneller is, dan is het heel belangrijk om het voertuig goed te plaatsen. Zodat de mensen hier zelf kunnen verkiezen en veilig kunnen werken. Zonder zelf in gevaar te komen. En er wordt hier rondom de voertuig of er vloeistoflekkages zijn. Lekker de benzinetank, olielekkage. En het achterste voertuig waar een slachtoffer in zit, dat wordt gestabiliseerd. Het is onder controle dat het slachtoffer wat nu nog in het voertuig zit, ver op de mond. Door het klap zou hij nekletsel kunnen hebben, rugletsel. En dan moet hij met alle voorzichtigheid samen met de ambulance dus moet hij uit het voertuig gehaald worden. Iedereen heeft zijn eigen taak, ook handhaving die is nu bezig met een afzetting. Nou, die ziet u onderweg misschien ook wel eens ziet u als u ergens heen gaat, als u de kind gaat aan de school. En deze andere dan wordt een riempje gespannen. En daarom zie je dat we niet kunnen te pesten. Dat doen wij om een veilige werksituatie te creëren, zodat wij veilig kunnen werken, maar waar het ook niet veilig is. Inmiddels is de situatie in de schaal, maar de mensen die komen weer ook te plaatsen. Dat ik een auto werkt hier zet dat er niet in de zit staat. Oh, dat doet je zelf ook, dat is te goed. Normaal gesproken, dames en heren, worden de voertuigen zo geplaatst dat wij een veilige werksituatie hebben. En de ambulance zal meegaan van het voertuig zo dicht mogelijk bij de slachtoffer willen plaatsen. Dat zou in de praktijk 9 van de 10 keer voor de voertuig zijn. Waarom? Want deze auto is snel weg als het slachtoffer in de bereik is. De basis van de autostuit. En die zorgt ervoor dat er overleg plaatsvindt met de ambulance en dat er een plan gemaakt wordt in overleg met de ambulance om het slachtoffer uit het voertuig te halen. U zult misschien denken, wat doen ze langzaam? Ja, het gaat ook snel genoeg. Het heeft ook wel met het weer te maken, maar het ligt ook aan de situatie. Als de situatie zich daartoe verleent, dan zullen wij altijd in overleg met de ambulance rustig en gecoördineerd te werk gaan. Volgens een bepaald stappenplan. U ziet, er worden al voorbereidingen getroffen om eventueel de ramen en de ruiten uit het voertuig te halen en ervoor te zorgen dat wij kunnen werken. De ambulancedienst wil in de eerste schouw en die zal zo meteen een advies geven over hoe wij het slachtoffer zo veilig mogelijk uit het voertuig kunnen halen. De handhaving heeft hier ook een taak, dames en heren. We zullen 29 keer de taak voor het verkeer overnemen tot de politie geplaatst is. Normaal bij aanrijdingen komt er één tankauto's bij, zoals hier. Is het een zwaardere aanrijding waar meerdere auto's bij betrokken is en er zijn en mogelijk meerdere slachtoffers, zullen er ook meer wagenstraling worden, waaronder ook in de zogenaamd hulpverleningsvoertuig. Dat staat gestationeerd aan de Zerre Oosterring en die gaat mee bij zwaardere aanrijdingen. Daar ligt een zwaardere gereedschap op, ook voor bijvoorbeeld vrachtwagens. Inmiddels is er over het slachtoffer een zeil gelegd. En dat is niet omdat we bang zijn dat hij op de foto stond, maar dat is gewoon om te beschermen tegen eventueel glassplinters of andere splinters of beschadigingen. En op het stuur, daar is een hoes geplaatst. En dat is die hoes, die zit over de airbag heen. Want er is niets vervelender als je bezig bent met een slachtoffer en die airbag zegt ineens alsnog van hé, weet je wat, ik ga nog even af. Er zijn meer hulpverleners ernstig gewonden geraakt. Er wordt nu met een speciale apparatuur wordt er ruimte gemaakt om de deur te kunnen verwijderen. Ze gebruiken nu een zogenaamde spreider, maar daarmee kunnen ze ook het voorpaneel helemaal samen persen, zodat er tussen het voorscherm en de deur een ruimte komt om de apparatuur tussen te plaatsen en hem dan vervolgens open te spreiden, zodat de scharnieren kapot gaan. U hoort het al, het maakt af en toe een beetje herrie,
Het is voor het slachtoffer niet fijn, maar degene die in het voertuig zit, zegt dat altijd tegen het slachtoffer. Als wij herrie maken, dan wordt er gezegd, er komt herrie. Want we weten niet dat het slachtoffer daarvan schrikt. Er is nu ruimte gemaakt tussen het voorscherm, het voorstapbord en de deur. En ze zullen nu proberen om de deur met weinig manieren open te breken, zodat de deur veilig geleid kan worden. Inmiddels is de taak van de handhaver ook overgenomen door een van de mensen van de brandweer. Waarom? Omdat die ook beschermende kleding hadden. Die hebben een helm, hebben handschoenen aan en die hebben speciale pakken. En daar zie je, geloof het of niet, maar met deze temperatuur die we hier doen, is ontzettend warm. Bij het werken met deze apparatuur komen er enorme krachten bij. Dan moeten we zo echt denken aan onze eigen veiligheid. Hij zag ook daar ging het vooruit. En daarom ligt dat het best zelf ook. Om te vertellen dat die vastpunt bij het slachtoffer kan. Dan ziet ook twee mensen hier bij het voertuig blijven staan van de brandweer. Dat is niet omdat ze niet willen werken. Mensen werken allemaal even hard. Maar dat is omdat ze op dit moment even geen taak hebben. Iedereen op de auto vooruit heeft zijn specifieke taak. Eens de moeder verzorgen, de ander is van de gereedschap en de ander assisteert. En de man met de rode vlag die houdt de algemene coördinatie. En zodra er meer voertuigen bij komen, dus als er opgeschaald wordt, dan komt er ook nog eens een keer een officier van dienst. En die neemt die rol al over, zodat de bevelvoerder een voertuig op zich kan coördineren. Je ziet ook meteen, dames en heren, wat het is om een service te hebben. Die zijn wat steviger dan de normale auto's. Normale auto's zijn ook veilig, maar hier zie je dus heel duidelijk dat de veiligheidssystemen in die auto voor ons echt wel een beperking zijn. Het gaat niet altijd even makkelijk of zo snel als wij willen. Alleen snelheid is niet altijd het belangrijkste. Bij bussen van brand is dat belangrijk. Maar hier is het belangrijkste dat het slachtoffer wat in het voertuig zit, en in dezelfde staat zit als dat hij te weinig ter plaatse kan. Zijn gewonden mogen dus niet erg van worden. Dat is makkelijk om de deur eruit te halen. Ja. U ziet het, dames en heren, de deur is los. Dan zien we ook meteen voor de mensen die hier staan. Die zien dat, voor de mensen aan de andere kant. Dit geeft de ambulance dienst de ruimte om het slachtoffer goed te kunnen bekijken. Goed te kunnen beoordelen wat de beste manier is om hem eruit te halen. Het kan zijn dat ze vragen om zelf uit te stappen. Maar het kan zijn dat ze zeggen, ja, de vormen zijn dusdanig erg. Hij moet er via een ruggelijke wervelplan uitgehaald worden. Ik heb een brancardje, dus ik moet staan. Ik wil nu zeggen dat de wervelplan gebruikt gaat worden. Het kan ook voorkomen dat ze aangeven en dan moet de klok aangepakt worden. Dan zullen ze dus een zogenaamde snelle redding moeten gaan doen. En dat is eigenlijk ervoor zorgen dat het slachtoffer zo snel mogelijk uit die auto komt en dat die brancard ligt. Oké, we krijgen zijn rest onder te horen dat de situatie van het slachtoffer dusdanig verslechterd dat het inderdaad in een snelle redding wordt. Je ziet ook, er komen meer mensen bij, meer handjes, waardoor het slachtoffer nog sneller uit het vuur gehaald kan worden. En dan worden er inderdaad wat meer risico's genomen. Dat is er hoort erbij. En dat zijn moeilijke keuzes, maar we doen het wel om het slachtoffer toch zo snel mogelijk in de ambulance te krijgen. En uiteraard gaat het allemaal in de overleg met de ambulance dienst. Die beslissen wat wij doen. En nu ziet u echt een sterkzaaltje van Teamwork. Ze staan gewoon met 2, 4, 6, 7 man om het slachtoffer heen. En dan wordt gewoon heel snel uit die auto gehaald. En op dit moment is het slachtoffer bevrijd. En daar mag best wel plat worden aanzien. Dat wil niet zeggen dat ons werk erop zit.
De ambulancedienst neemt nu over, wij assisteren ze daar nog even bij, maar daarna moeten wij nog gaan kijken of die voertuigen wel veilig zijn. Je ziet misschien die oranje vlappen, die lichtgevende fluo oranje vlappen, die hangt mij over de scherpe delen van de auto's om te voorkomen dat wij zelf ook gewond raken. Zodra het aan het voertuig veilig is, en we zeker weten dat er geen brand meer kan ontstaan door... En dat is het tegenwoordig wel een stuk makkelijker, want het werkt allemaal anders. En een kwekerij. En een kwekerij. Gaan we dat? We gaan even kijken hoe het eruit ziet vandaag. Ja, lekker. Mooi voorbeeldje. Mensen laten het ook nog even zien. Hebben jullie meegenomen van thuis? Ja. Ongelooflijk, dit gaat bij de rij. Ja, kijk zo. Ja. Dat zijn allemaal creatieve jongens. Ja. En hier. Zou je dat ze allemaal gevonden hebben? Kijk, zo ziet een kweker eruit. Kijk, hier tegenwoordig hebben ze allemaal LED. Hier, vroeger hadden ze hier lampen. En nu hebben ze een LED. Nou, je ziet hier ook de schakelingen, hè? Ja. Doorgebrand zijn. Alles zie je, maar ja, goed. Maar een ledlampje kost minder stroom, dus valt minder op. Dat wel, ja. Maar die staat buiten. Minder warm. Dan kan hier eruit. En dan kan je daar kijken. Kijk zo, hoe is dat? Kijken ze. Dus mochten er nog kijkertje kijken. Ja, goed opletten. Zo verdien je geld. Juist niet aanmoedigen. Oh, niet aanmoedigen. Oh, verkeerde aanmoediging. Nee. Ja, niet doen, jongens. Niet doen. Preventief opsporen. Juist. Helemaal niet goed. Maar goed, je kan wel in de gaten hebben dus wat er bij die buren gebeurt. Aan brandgevaarlijkheid, ja, en dergelijke. Als ze het wel doen, die buren. Ja. Ja, maar goed, dat... Nou, we gaan even verder kijken. Ja. Okay, cool. Even een kijkje. We hebben daar een buren voor gemaakt. Nee. Omdat het heel specifiek is. Ja, in de koepel heb ik nog een grote poort. Wat maal is dat? In de koepel? Ja. Nee. Het gebouw. Dus, nee? Nee. Ja, dat kan niet. Dan willen jullie ook weten hoe het ruikt. Oh, zit maar dit ruikt niet. Nee, maar dat is een verrassing. Oh. Maar zeg maar eens naar vier. Maar dat heb je wel nieuwsgierig gemaakt. Zeker. Dat is kenmerk van verslaving. Ja. Ik heb het nieuwsgierig gemaakt. Oh. Dus je zegt, maar weet je wat er mag in? Kom wel eens bij de Xenos. Dan kan je henneptouw krijgen en hennepolie. Oké. Wat is dit? Ja. Het is gewoon hennep. Nee. Dit groeit 2,5 meter hoog. Ja. Dan kan je elke 2 jaar snoeien en even een touw maken. Ja. Ja, die geur herken ik niet. Heb jij een kaartje bij je? Ik heb geen kaartje bij me, maar... En heet de crime flirt. En de crime flirt is niks anders dan ik probeer contact met je te leggen. Ik probeer je nieuwsgierig te maken naar wat ik allemaal doe als crimineel. En ik probeer je zo nieuwsgierig te maken dat we gegevens gaan uitwisselen. Nou, stel dat jij bij de gemeente werkt, bij handhaven of zo, waardoor ik, en dan heb ik jou zo over. Alle zaken, ik begin een belwinkel, ik begin een shisha lounge, ik begin een. Heerlijk is dit, hè? Nou ja, dat zou ik niet aan beginnen, maar goed. Brandt het zet op de kom. Ruikt lekker, hè? Wat ruikt het? Anijs. Anijs. Die lucht hangt op 300 meter rondom het laboratorium. Dus ik doe dat laboratorium zo veel mogelijk dicht.
zorgen dat die lucht erbij gaat. En toen ben je prachtig zelf op de toon aan het poneren. Jullie gaan op het strand liggen bakken. En wij gaan met onze poffertjes met die banken langs. En stappen op het gevolg dat ze op mij ja, het publiek krijgt even uitleg hoe ze geld moet, niet moet witwassen. En hoe het gebeurt dus in de criminele wereld. Dus dat. Ja, het is wel heel snel 10 miljoen verdiend, dat hoor ik wel. En ik maar werk elke dag. Ja, ik kan het niet hebben. Ja, dat kan niet. Ik vind ook niet vies. Ik ook niet vies. Ja, ik weet niet hoor, maar jij. Dan zeg ik gewoon van, mooi lijf, hè? Ja, daarom. Bam. Zo. Toppertje. Nee. Ja. 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 Dat taalschakeltje uithalen. Ja. Dan haal je het eigen weg. Dat is het doel. Dan weet ze geen kans maken. Nee. Dan weet ze van, bij jou moet er niet zijn. Dat is niet zin. Ook al ga je even binnen, jij blijft. Nee. Dat is geld voor jou nodig. Ja, nee, maar zoals ze. Nou, superleuke uitleg, een beetje lang. Maar nou, voor jou is alles lang. Ja, wel een beetje lang. Al zeg je van, bij jou al, ik heb wat te vertellen, zegt hij. En was het kort? Ja, ja, ja. Maar wel heel leuk. En ja. Goed uitgelegd ook. Ja. Dat we wel duidelijk hebben gezien hoe je dus niet moet doen. Niet. Ja, niet moet doen. Goed, we lopen even verder. Mooie legervoertuigen. Ja, ja. Ja, het is zeker niet gebruikt. Dit reanimeren en dat. Ja. We hebben hier gevallen.
Je moet even zo kijken of hij het doet. Je moet even zo. Contact krijgt. Nee, hallo, hallo. Je moet eerst even proberen contact te maken. Ja, niet zo. Ja. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog.